Nou ja, het was geen spektakel, maar het was wel zeer professioneel. En daar was het EOD om te doen. Ze hadden ontzettend veel zand erop gelegd. Een zandberg van maar liefst 9 meter. En daardoor bleef die drukgolf, een mogelijk gevaarlijke drukgolf die ook voor schade zou kunnen zorgen, ja, die bleef ontzettend beperkt. Toch nam de spanning vlak voor de ontploffing nog wel even toe. Het werd even behoorlijk spannend. Dat had te maken met het feit dat 5000 kuub zand op een toch drassige ondergrond, ja, dat gaat werken. En er begonnen wat scheuren te ontstaan in de bodem, met als gevolg dat de door ons aangebrachte ladingen mogelijk gingen verzakken. Dat is dus ook de reden geweest waarom we uiteindelijk een achttal minuten eerder op de rode knop hebben moeten drukken dan gepland. Omwonenden moesten gisterochtend hun huis uit. Gisteravond werden ze nog opgevangen en bijgepraat door defensie, politie en burgemeester. Daarna mocht iedereen terug naar huis. Huis staat er nog en zo te zien is helemaal geen schade aan. Dus wij zijn ontzettend opgelucht en blij. En net is controle geweest, ook door de politie. Nou, het is gewoon allemaal goed verlopen volgens de plan. Hij heeft het overleefd. Thank you.